Hoe sta je tegenover relaties met fangirls? Rip Avicii, boys! Ik heb even die snelle vraag. Rip Avicii! Data Red 2018. We in it. Hey! Hallo? Milkshake? Aardbei? Big Mac? Heeft u dat begrepen? Nee, ik sta geen domme wat is er. Milkshake! Milkshake! Aardbei! Social embarrassment, I love it. And I'm gay! Milkshake! Aardbei! Ik betaal pinnen, ja graag. Een lekkere verse roggel in mijn milkshake. Milkshake! Big Mac! Milkshake! Ik kan me echt niet herinneren dat milkshake onder McDonald's los smaakt. Tot op van. Als er een roggel is, dat hoor je ook. Het is niet eens rood, het is wit. We got scammed, bamboozled! Ik ben even laag parking. Ik ben hier al een paar keer geweest en ik weet eigenlijk al dat het daar is, maar ja, hoe de fuck kom ik binnen? Ha! De broers! Ik heb een hele speciale vlogcamera mee om vandaag te filmen op dit YouTube gathering. Yo YouTube! Hey, ze zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag film ik met mijn nieuwe camera. Nice of niet? Vandaag, dit YouTube gathering. Waar is de ingang? Ace camera ploeg is serieus, er wordt niet meer gelachen. Wacht, we hebben meer. Oh, we moeten even binnen, meneer. Dat is een bandje. Wat blief? Ik heb geen bandje, ik ben hier net. Bent u de kerstman? Ja, de kerstman. Ik heb niet zo'n goede band met de meeste YouTubers. En de YouTubers waarmee ik wel overeenkom, daar... Hey. De YouTubers waarmee ik wel overeenkom, ze zijn hier ook. Is dit echt verbonden? Ze staan niet bij mij meet and greet, want ik heb geen meet and greet. Ik sta hier gewoon. Fuck je paraplu. Oké, let's go en kijk hoe snel we buiten gezet kunnen worden op Dutch YouTube Gathering 2018. Ja, dat was het. Got him good. Hey Alex, kom even uit die wc. Kom uit die wc. Wacht, mijn pistraal is bijna gedaan. Nathan, mogen we met je op de foto? Kijk, doe eerst die fucking handwetrui uit. Ik kan niet meer jullie op de foto als jullie die Chinese trui aan hebben. Kom mijn merch. En die was uitverkocht in 5 minuten. Hanwei Chang. Yo, Chinees. Hoe kom je aan al je geld? Merchandise. Views. Hey. Deze guy is volledig commercieel geworden. Campagnes. What the fuck, man. Blijf weg van die commerciële bullshit. Anders eindig je zo. Geld is geen probleem voor deze jongen. China gang. Welk merk is je mut? Link Tiger. Mag ik die in brand steken? Oh shit. Ik heb er heel veel moeite mee. Kom ook op een dom idee om te verbranden. Mag ik die in brand steken? Got him good! Hello! We got this awesome Link Tiger muts. Ik hou deze. Nice. Oké, wat zouden jullie ervan zeggen als ik Link Tiger 8 geïnterviewd heb? Of ja, geïnterviewd laten we gewoon zeggen dat ik ook naar hem ben geweest met die microfoon en een beetje domme dingen in zijn gezicht heb gesmeten. Wat zouden jullie daarvan vinden? Fuck aan Michael! Hoe sta je tegenover relaties met fangirls? Oh, that is pretty good! Maar eerst moet ik even een update geven omdat heel veel mensen het vragen. Dit YouTube gathering was heel leuk. Doordat ik naar dit YouTube gathering ben geweest, is er een beetje vertraging in de mensen die hun trui nog niet hebben gekregen. Stel jij woont in Nederland. Kijk, ik wil het niet zeggen, maar jullie worden geneukt door echte broers die een huisnummer zijn vergeten bij hun bestelling te zetten. Ik moet al mijn pakjes van Nederland in één keer versturen, omdat ik anders fucking veel geld verlies. Echt verlies aan verzending. Dus ik moet wachten tot iedereen die zijn huisnummer is vergeten, zijn huisnummer heeft doorgestuurd naar mij. Want anders zijn er mensen die hun pakketje nooit gaan krijgen. Voor de mensen die in België wonen en hun pakketje nog niet hebben, exact hetzelfde verhaal. Snap je, ook in België zijn er mensen hun huisnummer vergeten door te geven. En gewoon even om het mee te delen. Ik kan geen pakketje sturen naar een huis die geen huisnummer heeft. Dan stuur ik mijn pakketje gewoon naar de straat. Even iedereen die zijn trui nog niet heeft gekregen.
Kijk, ik wil niet zeggen dat de schuld is van die mensen die een huisnummer niet hebben ingevuld, maar het is wel zo. Stel, je hebt die trui wel al gekregen. Haas! Pretty good! Nu is het tijd om verder te kijken naar deze DHTG video. Helemaal leuk. Ik heb wel mijn best gedaan om een leuke video te maken. So yeah, it is good. Ook zit ik binnen op mijn kamer. In dit weer. Dat is dus precies wat ik achter YouTube dedication noem. Met dit weer binnen zitten. Dat doen niet veel mensen, maar ik bedoel, ik ben ook de enige YouTuber die niet elke dag uploadt. Dus ha, het is tijd om terug te gaan naar de video. Ik ben nu ook gewoon die video aan het verlengen, omdat ik toch naar die 10 minuten wil. Maar dat kan niet, want... Dus hey, let's get back! Oké, mensen zagen dat YouTubers te bang zijn om dingen en mensen hun bek te gooien. Vandaag bewijs ik het tegendeel. Let's get him. Fuck him, Michael! Hoe sta je tegenover relaties met fangirls? Ik heb er heel veel moeite mee. Ach, fuck, niet deze guy. Shit. Vind ik raar. Kijk, ik weet dat deze guy hier op dit moment security aan het roepen was ofzo. Maar hey, we stoppen nooit! Koop je nog mutsen? Ja, nog steeds. Kan ik een muts kopen hier? Hier wel, ja. En is het waar dat je vriendin een fangirl is? Wat? Kan je even de leeftijd van je vriendin gooien? 18. I think we got some wrong answers here. Ja, toen zag ik dus allemaal rare shit, zag ik daar allemaal mensen waren samengekomen, dus toen moest ik snel planning maken, maar ik wou niet weglopen, omdat ik dacht van, hey, ik kan niet weglopen op dit moment. Ik kan niet weglopen hoor, we gaan gewoon. En toen heeft mijn cameraman de fucking camera uitgezet, omdat we iets moesten fixen, maar dat is niet gelukt, en toen is dit gebeurd. Hey, fuck! Ik heb niks meer! Hey! Heel veel mensen vragen zich af, what the fuck doe je op de Dutch YouTube gathering? Wel, eigenlijk, ik weet het zelf eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Ik ben de enige Belgische YouTuber die hier is en het enige wat ik doe is ruzie zoeken met andere YouTubers. Dus misschien beter ik niet meer dan van die meetings ga. Niks voorbij. Maar ik heb wel een mooie view. That's pretty. We out here in Utrecht met een mooie view en mijn hotelkamer. Helemaal voorbij. Hey, pretty good! Het is nu gewoon jaarlijkse traditie om bij de Dutch YouTube Gathering gewoon volledig naar de kloten te gaan. Want alle YouTubers zitten gewoon op kamers in dit hotel. Echt, het hele hotel zit vol met YouTubers. Dus het is de planning dat ik iedereen gewoon volledig naar... Dit is wel de planning. Maar nu kijken we waar de andere mensen zijn. Leuk, haha.